Dirk Spies van Potsch. Gary Koker van Stellenbosch. En aan sy buitenkant Koos Pretorius, Benno van Waveren, Alvi Marie en Mark van Niekerk. Die man wat voor haar loop is die man in baan 3, Dirk Spies van die Potchefstroomse Universiteit. Dirk Spies wat voor haar loop, baie goed geplaas. Reg in die middel is het sy spanma daar, Koos Pretorius wat goed hardloop. Koos Pretorius en Spies, die twee Potch atlete, daar sien die vir Koos Pretorius tweede van links. 24 Koos Pretorius wat baie goed hardloop. Hier is baie punte vir die Potchefstroomse Universiteit in hierdie wedloop. Die Universiteit van Pretoria atleet is Benno van Waveren. Aan die binnenkant van die baan sien ons vir die ander puk atleet Dirk Spies en Puna Prinsloo wat baie vinnig deurkom. Dis die drie Potchefstroomse Universiteit atlete. Koos Pretorius voor met Dirk Spies in die tweede plek en Puna Prinsloo wat derde gaan eindig. Eerste, tweede en derde plekke vir die pukke. Koos Pretorius wat hierdie wedloop baie gemaklik wen met Dirk Spies in die tweede plek en Puna Prinsloo derde. Die groot gunsteling om hier die SA Universiteit staan Marinda Hoogendoren nommer 91 van RAU. Dan is het nommer 257, die hekkie atleet, vandaag in die 100 meter, Estie Gertenbach van die Universiteit van Stellenbosch. Een van die gunstelingen, zij komt daar van Zuidwest-Afrika, studeer aan die Potchefstroomse Universiteit, Marie-Anne Basson, vanochtend 11.75 voor haar beste tijd van haar loopbaan in die uitdunne. En daar is die vinnigste vrou op die oomblik in Zuid-Afrika, die Vrystaatse noentjie, kortbuksie, Ansie Basson. Langs haar het ons vir Jean Erasmus van die Rands-Afrikaanse Universiteit. En dan een noentje wat ook hier tussen die voorste drie behoort te eindig, Susan Besuidnout van die Potchefstroomse Universiteit. En die oudskoolier van die hoërskool Hartswater, heel links in die kleren van die Universiteit van die Oranje Vrystaat, Magda Berg. Ansie Basson wat hier die wedloop behoort te wen met Besuidnout en Basson die twee pikke waar het gaan uitspook om die tweede plek. Daar staan die terugroeper. Ja, dat is dadelijk Ansie Basson. Baie gemakkelijk hiervoor met Marie-Anne Basson in die tweede plek. Ansie Basson wat hier die wedloop oortuigend wen. Marie-Anne Basson in die tweede plek. En Jeannie Erasmus van die Rands-Afrikaanse Universiteit derde. Ja, daar iemand spog met springbokkleren in drie sportsoorten. Nina van Rensburg in 1978 toen zij 22 jaar oud was. Die universiteitenrecord opgesteld van 13.30. En 10 jaar later, als 32-jarige docent aan Normaal College Pretoria, 2 weken geleden, 13.14 hier in Pretoria voor die Noord-Transvaalse record. Een van die sterren in Zuid-Afrikaanse atletiek, Ina van Rensburg. Die binnenbaan behoort aan Estie Gertenbach, een noentje wat dalk hier onder die voorste drie kan eindig van de Universiteit van Stellenbosch. Dan het ons Suzette Borman van die Potchefstroomse Universiteit, nummer 152. Daar is Francisca Venter, ook van die Potchefstroomse Universiteit, in die derde baan. Rita van Seil van die Potchefstroomse Universiteit. Ons sien hier dadelijk die hand van Ria van den Berg. Dan is dit die Vrystater Zeitha Westaard. Almarie Brand, jy het vroeger gezien, sy die verspringnommer baie gemakkelijk gewen. Karien van Niekerk, spanmaat van Almarie van die Rands-Afrikaanse Universiteit. En die enigste tukkie tussen hierdie nooiens, heel links op die skerm, Tersia Koetsee. Ons sien dadelijk vir Estie Gertenbach in die binnenkant van die baan baie goed geplaas. Dit is die Vrystaterkie Westaard wat goed hardloop. Gertenbach is voor met Westraat in die tweede plek en Almarie Brand skuif voorbij. Almarie Brand gaan haar tweede titel op de SA Universiteit de kampioenskappe van jaar wen. Almarie Brand wat wen met Westraat in die tweede plek en het lijkt voor ons naar Gertenbach derde.